Soelie, het is weer maandag. Tijd voor het rondje langs de buitenlandse velden. Je ziet er goed geknipt bij. Ja, ik heb me ook laten knippen. Legaal. Door mijn eigen vrouw, dit keer. Tijdens PSV, de eerste helft. Dus is wel een hapje uit ergens. Omdat ik toen schrok van een terugspeelbal. Ik dacht van, wat gebeurt hier nou? Een of andere blunder van PSV. Dus daardoor... Er zat net een schaar erin. Ja, dan reageer ik wat emotioneel. Een hapje uit. Dus is echt waar. Wel leuk. Wedstrijd was het, toch? Oh, je wilt niet over mijn haar beginnen? Nou ja, het ziet er fantastisch uit. Ja, ja. Vind ik ook. Maar jij laat je sowieso nooit knippen bij de kapper, toch? Ook al is die open. Wat vind je ongemakkelijk, nou, toch? Kijk... Om in de spiegel... Ik vind het ongemakkelijk, dus ik word al andersom geknipt als ik bij de kapper zit. Dat vind ik wel prettig. Dan zit ik dus andersom en dan zie ik uiteindelijk wel wat de schade is. Maar ja, nu door die coronamaatregelen en zo, dan is het... Als je nu naar de kapper gaat, dan word je opgepakt natuurlijk door de politie en een paar dagen opgesloten. Dus dan laat ik het thuis maar knippen. En daar ben ik zo tevreden over al een jaar. Je gaat niet meer anders dat doen, ik nu gewoon een soort spaarrekening heb geopend. Dat alles wat ik bespaar bij de kapper, dat wordt dan geïnvesteerd in een cadeau voor de vrouw. Weet je, als zij knipt mij dan. En dan dat geld eist je natuurlijk wel op gewoon. Ja, tuurlijk. Maar ja, om het zo te krijgen, ja. Bij een normale kapper, ben je wel wat kwijt, toch? Ja, ik heb ook een uur stilgezeten op een kruk. Om het te laten knippen. Duurt het een uur, ja, bij jou? Ja, het duurt ongeveer een uur, ja. Ja, het is echt handwerk, vakwerk. Het is echt per centimeter. Zullen we het over voetbal hebben? Ja. Of heb je er geen zin in? Jawel, ik heb overal zin in. Ja? Ik heb ook zin om over voetbal te praten. Ja, zullen zeker. We beginnen met de Derby della Madonnina, AC Milan Inter. 0-3. Waar heb jij het meest van genoten die wedstrijd? De kracht en snelheid van Lukaku. En ook de manier waarop Lukaku zijn doelpunt, de derde goal van de wedstrijd. Vierde. En richting... Ik had het vermoeden, richting Zlatan, zo van, kijk jongen, ik ben de winnaar. Hij liep ook heel drie keer achter elkaar, ik. Daarna iets van Katso. Ja, precies. Dus ik vond het wel mooi om te zien. En ik heb het vaak met Ruben over Lukaku gehad. En Ruben was dan niet zo'n fan. Maar ik denk dat Ruben inmiddels ook wel bij de fanclub hoort van Lukaku. Want hij wordt wel steeds beter. Hij hoort wel echt bij de top 5 beste spitsen ter wereld, ja, toch? Ja, absoluut. Geweldige nummer 9 die heel compleet is. En die goal die hij maakt, de versnelling die erin zit. De manier waarop je hem ook binnen ramt. Je kan hem binnen schuiven, maar het is een combinatie tussen schieten en schuiven. Dat was zo hard en zo geplaatst. Hij ramde hem gewoon beheerst. Ja, heel beheerst. Ja. Heel hard die hoek in rammen echt. En dat vind ik dan mooi om te zien. En hij doet mij echt denken aan een Amerikaanse topsporter die klaar is voor een wedstrijd en die ook... Het team als geheel meeneemt in willen winnen. Dat zie je ook het assist op Lautaro Martinez, de samenwerking tussen die twee. Hij is altijd bezig met het elftal, met het team, met winnen. En dat viert hij ook met Conte. Het is wel opvallend dat elke keer als er een teamgoal wordt gemaakt waar hij betrokken bij is, dan rent hij naar de kant en dan is het met Conte vieren. En dit is echt een elftal waar de handtekening van een trainer onder staat. En waar die spelers in geloven, dat zie je ook. Hè, de manier waarop doelpunten gevierd worden. En ik heb ook genoten van Stefan de Vrij. Dat is echt een stille veroveraar die dan tegen Zlatan moet spelen met 3 achterin. En hoe ze dat oplossen, wel instappen, uitstappen, uit duels blijven. Want met Zlatan in duels gaan moet je niet doen. Hij heeft 1 keer een elleboog in zijn gezicht gekregen van Zlatan. Niet piepen, gewoon doorspelen en dat heel professioneel oplossen. En dat doet hij wel heel vaak. We hebben het natuurlijk heel vaak over andere spelers. Bijvoorbeeld Virgil van Dijk, daar gaan we hebben het vaak over. Die speelt helemaal niet. Maar hoe hij nu al anderhalf jaar bij Inter, daar achterin als centrale verdediger, met die twee naast hem de boel regelt. Ja, dat is wel indrukwekkend. En er mag eigenlijk wel meer aandacht voor zijn. Zitten we hem nog een stap verderop, hogerop in, denk jij? Ja, er is natuurlijk sprake van interesse voor Stefan de Vrij. Ja, hij speelt, bij Lazio heeft hij ook in 3-mans-defensie gespeeld. Hij speelt nu ook in 3-mans-defensie. Ik weet niet wie dat opmerkt op televisie, misschien Ruud Gullit bij Ziggo. Maar ja, hij heeft eigenlijk nooit in een 4-mans-defensie gespeeld. Dat is natuurlijk heel anders met 2, want er is er eentje die de spits oppakt. En Stefan de Vrij heeft bij Conte echt een andere dienst dan bijvoorbeeld Skriniar. Hij is de man die achterin de boel stuurt, zonder balbezit. Kijk hoe iedereen staat. Hè. Die laatste linie moet meeschuiven. Je ziet echt dat ze schuiven en dat regelt hij. Hij is echt de conducteur van die ploeg. Dus eigenlijk moet hij naar een ploeg dan die ook op die manier speelt. Want hij heeft bij Feyenoord zo gespeeld, bij Lazio zo gespeeld, op het WK 2014. Bij Oranje heeft hij zo gespeeld.
Ja, nu je het zegt, ja, die lijn is nog verder terug te trekken inderdaad in jaren. Ja, dat is wel opvallend. En het lijkt mij wel een kleine overgang. Ineens naar een defensie met vier man. Dus geef hoesten, mag dat? Ja, tuurlijk. Lautaro Martinez en Lukaku, ja, het dodelijkste duo van Europa, hè, tegenwoordig. Ik heb de cijfers niet op een rijtje. Maar Bruno Fernandes is in zijn eentje al een hele aanval, hè, als je de cijfers ziet. Maar geweldig duo. Kijk, Lautaro is in een aantal dingen goed. Dat is iemand die in de 16 ballen die van de keeper afvallen, daar is hij heel snel bij. Hij is handig in de combinatie, hij is goed in de lucht. En Lukaku voegt heel veel daaraan toe. Die voorzet was ook goed, hè? Ja, die voorzet was goed. Maar ook de intelligente manier van bewegen. Lautaro is ook in de kleine ruimte heel effectief. En soms mislukken er dingen bij hem. Maar die twee, ja, worden ook Lula Park genoemd. Vind ik een geweldige naam voor een spitsenduo, ja. Lula Park. Lula Park in San Siro en dan AC Milan over de knie leggen. Ja, een mooi duo. En de spitsenduo's, vroeger had je heel vaak spitsenduo's, maar nu zijn het vaak trio's. En vaak gaat het over druk zetten en dergelijke. Maar Inter heeft echt nog een spitsenkoppel. Inter staat nu 4 punten los. Titelfavoriet? Vraagteken. Ja, titelfavoriet. Maar dat is voor de vaste kijkers van dit programma geen nieuws. Dat Inter. Nou, je hebt vorig jaar natuurlijk heel het jaar voorgehouden dat Inter kampioen zou worden. Ja. Is het niet gelukt natuurlijk? Nee, op één punt. Dit jaar wel? Ik heb het met jou nog niet over gehad, maar Inter is uitgeschakeld in Europa. En die hebben we natuurlijk nu weer, voor komend weekend pas weer een wedstrijd. AC Milan moet gewoon op donderdag in de Europa League nog aan de bak. Dat zie je ook in de keuzes van de trainer. Die haalt slaat dan 20 minuten voor tijd van het veld af. Om spelers rust te geven. Inter kan zich, of Antonio Conte en Inter, die kunnen zich een hele week prepareren. Die titelstrijd is voor hun echt het enige wat nu nog telt dit seizoen. Dat is echt een enorm voordeel. Er zijn tal van voorbeelden, denk ik, uit het verleden. Van boven te halen van teams die uitgeschakeld zijn in Europa en dan de titel pakken. Dit is voor Inter het droomscenario. Dit is ook het enige wat ze hebben. Dus ze moeten wel. Maar Inter, nu een ja of nee? Inter wordt kampioen? Oh ja, Inter wordt kampioen, sowieso. Ja, Inter wordt kampioen. Daar kun je nu, dat is gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, maar daar kun je nu geld op inzetten. Want dan ga ik weer jongeren aanzetten tot geld over de balk smijten. Ja, sommige mensen hebben nog steeds een Atletico 1-0 abonnement. En die zijn door jou in de schulden beland. Nee, die mensen zijn heel rijk geworden. Alleen die zijn de laatste tijd weer in de schulden beland. De laatste paar weken. Maar die hebben... Ik heb niks meer te makken. Nee, ik heb van een aantal mensen bericht gehad dat ze daar heerlijk van de vakantie zijn gegaan. Dus voor zover je op vakantie kunt gaan nu. Maar of een huisje in Nederland. Hebben ze een huisje gehuurd. Ja, nou heerlijk. Ja. Zullen we de overstap maken naar... Inter wordt kampioen, absoluut. Inter wordt kampioen, heel goed. Ja, want AC Milan gaat nog punten laten liggen. Juve ook. Staat op te ver achter. Juve heeft een zwak team. Zwak middenveld. Ik kan me niet voorstellen dat Juve het opnieuw voor elkaar krijgt om in die laatste maanden. Ze hebben wel natuurlijk... Nou, we hebben het al over Pirlo gehad. Maar als hij nog kampioen wordt, dan verdient hij wel een standbeeld. Ja, en die spelers ook. En die spelers ook. Dan... Maar het gaat niet gebeuren. Nou, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Dat elftal wordt steeds ouder. Je kunt niet alles af laten hangen van Chiellini en Bonucci en De Ligt. Want daar komt het dan wel op neer. Toch zie ik ook veel reacties bij onze kijkers. Hè? Die zeggen van ja, Juve, ze staan toch wel weer op in de eindfase. Ja, dat is vaak zo. Dat zie je ook bij Bayern München en bij Juve ook. En daarom is het zo leuk nu dat Inter even wat afstand genomen heeft. Juve is ooit weer gaan winnen dankzij Conte. Die daar in de kleedkamer iets veroorzaakt heeft. Dat heeft Pirlo meegemaakt, want die zat in de kleedkamer. Dus die weet... Mooie kleedkamer was dat, hè? Ja, het was een mooie kleedkamer. Maar Pirlo weet ook wat Conte teweeg kan brengen bij een spelersgroep. En daar staat hij tegenover. En dan komt hij als beginneling met een elftal wat wel zwakker is dan dat elftal van toen. Maar dat middenveld is een probleem. Dat weet Pirlo ook. Dat zal opgelost moeten worden in de komende zomer met 1 of 2 transfers. Inter heeft een beter elftal. En het elftal staat ook beter. En ze krijgen nu zoveel rust naar wedstrijden toe. Het is echt een luxe voor heel veel spelers. Om 6-7 dagen te kunnen voorbereiden op een wedstrijd. Dan kun je aan de slag met videoanalyse. Dan kun je de tegenstander beter bekijken. Dan kun je spelers beter prepareren. En dan ben je uitgeruster. Dan win je wedstrijden. Het eerste jaar van Conte bij Juve was mooi, hè? Ja. Met Pirlo, Del Piero die met een titel afscheid nam. Fantastisch. En je bent goed op de hoogte. Dat was schitterend. Ja. Ik ben liefhebber van Del Piero. Dus je lijkt er ook wel een beetje op. Oh ja? Ja. Niet op Bruno Fernandes. Op allebei lijkt je een beetje. Allebei. Die lijken ook weer op elkaar. Ja. Zeker. Zullen we de overstap maken naar een titelstrijd die wel is beslist? Want dan kunnen we wel zeggen, in Engeland, dat City gewoon kampioen gaat worden. Ja. Daar kan je wel echt geld op inzetten. Ik weet niet of je er nu nog veel voor krijgt, maar... Niet veel. City wordt wel interessant in de Champions League. Omdat ze nu torenhoog favoriet zijn. Bayern München heeft het lastig in de competitie.
Ja, City is geweldig. Die hebben in half december iets omgezet. Of Pep Guardiola heeft iets omgezet. En ja, ik heb het eerste half uur gezien tegen Arsenal. Ja, de hele wedstrijd heb ik gezien, maar ik zat het eerste half uur heel scherp te kijken. Toen was je al geknipt? Nee, toen zat ik nog op de kapperstoel. Oh. Want PSV en dan ging ik meteen door naar Arsenal om 5:30. En op een gegeven moment kreeg ik medelijden met Tierney. En de linker centrale verdediger van Arsenal. Omdat Pep Guardiola had het zo geprepareerd dat Mahrez elke keer 1-1 moest komen. En dan is het gewoon kappen draaien. En die Tierney was op een gegeven moment 20 minuten helemaal kleurenblind gedraaid en gekapt. Maar Arsenal kreeg het langzaam in de gaten. Het ritme van City kreeg ze onder controle. Maar City trek je helemaal bij elkaar. Omdat die twee spelers aan de buitenkanten, die blijven daar staan. Dan moet je als ploeg rekening mee houden. De binnenkanten, die worden ook volgezet door Guardiola. Als je de bal verliest, dan veroveren ze hem meteen weer. Ze geven heel weinig weg. Ja, het is echt, ze spelen ongelooflijk goed voetbal op dit moment. En nu voor de 19e keer op rij gewonnen. Ja, 18 keer. Ja. Ja, dat is waanzinnig. Ja, ga maar eens 18 keer op rij winnen. In alle competities. Dat is bijna onmogelijk. Ze lieten nog bij Ziggo de ranglijst zien, hè, van voor 1 januari en de ranglijst van nu. Ja, dat is ongelooflijk. Als je ziet dat City van plek 8 op 1 januari naar nu 10 punten voorsprong op iedereen. En 18 punten voorsprong op Liverpool alleen al. Geloof ik. Of misschien wel meer. Ja. Maar Liverpool, hè, als je die punten nu bij optelt, wat ze vorig seizoen hadden op dit moment. Vorig seizoen hadden ze 22 keer gewonnen, 1 keer gelijk. De eerste 23, zoiets. Dan hadden ze nu 10 punten op voorsprong gestaan op City. Krankzinnig hoeveel punten Liverpool vorig seizoen eigenlijk had. Als je nu gaat doorrekenen, City gaat ook gewoon richting de 90 punten. En alles boven de 90, dan heb je een heel goed seizoen gedraaid. En dan moet de rest echt in orde zijn om mee te kunnen. Dus, ja, dat was de pech dat Liverpool toen had, hè, natuurlijk. Dat City ook dat jaar meer dan 90 punten haalde. Ja, en het knappe is toch wel dat Guardiola toch... Je bent afgeslacht door Liverpool, echt een seizoen lang. Hè. Dat was zo'n hoog niveau, daar kon je niet aan tippen. Op een gegeven moment had Guardiola dat wel door. Oké, de Liverpool is echt ongelooflijk goed. Daar kun je niet aan tippen. Hij begint het seizoen slecht. Ze komen op plek 8, 9, 10, 11. Wat is aan de hand bij City? En het toch weten om te draaien. Dan ben je wel een trainer. Dan ben je wel goed in je vak. Dan heb je je spelers. Dan heb je een feeling voor wat belangrijk is voor die spelers. Wat Mahrez begint te presteren. Gundogan begint te presteren. Stones, Diaz. Dat is een aankoop die rendeert. En overal op het veld zie je goede dingen gebeuren. Kevin De Bruyne komt nu terug. Die wordt langzaamaan weer in. Ja, wordt hier weer. Maar zo interessant wat je zegt. Want mensen zeiden al, sommige mensen, het effect Guardiola is uitgewerkt. Ja, ik heb het gelezen. In Nederland, in het buitenland. Mensen die je serieus neemt, die dat verkondigen. Ik kan me ook herinneren dat in oktober, november toch wel op gang was gekomen dat Mourinho het weer onder controle had bij Tottenham. Dat hij weer de trainer was die hij altijd was bij Inter bijvoorbeeld of bij Real. Dat hij weer een elftal neer had gezet wat moeilijk te verslaan was. En dat trainers als Klopp en Guardiola lastig maken. En hij maakt het ook lastig, want toen was Tottenham beter dan City, beter dan Liverpool. Alleen nu zie je dat op de lange termijn dat Guardiola het weer onder de knie heeft. Maar ik ben eigenlijk helemaal je vraag kwijt, dus wat is de vraag? Ik weet het niet meer. Oké, nou ja, maar Pep Guardiola die krijgt het toch geweldig voor elkaar. Natuurlijk heeft hij geïnvesteerd, mocht hij investeren, en zijn het allemaal miljoenen aankopen. We kunnen allemaal die prijzen aan ophangen. Maar als je ziet bijvoorbeeld Raheem Sterling, die speelt nog een tijdje niet uit de basis. Die komt er weer in. Geweldige goal trouwens. Ja, hij kopt die bal goed binnen. Atypische goal voor Sterling eigenlijk. Ja, maar wat hij daarna doet, een minuut later, is op de eigen 16 meter lijn een bal terughalen. Zodat Arsenal niet de 1-1 kan maken. En dat heeft hij er echt in geramd. En dat is Guardiola, wil je zeggen. Nou, dat is en verdedigen en aanvallen. En het moet een complete teamprestatie zijn. En bijvoorbeeld Leroy Sané heeft daar ook een jaar op de bank gezeten. Omdat hij die meters naar achteren niet wilde maken. En je ziet ook dat Thomas Tuchel daarmee bezig is bij Chelsea bijvoorbeeld. Om dat voor elkaar te krijgen. Die haalt dan een jongen na 25 minuten van het veld af. Dat probeert Guardiola. Die zou het ook doen als iemand niet presteert. Dan speelt die jongen gewoon 8 wedstrijden op rij niet. Als je het niet laat zien op een training of in een wedstrijd. Als Foden niet luistert, dan speelt hij niet. Doordat hij het oppakt. En je ziet zo'n elftal groeien en beter worden. En dat is wat je bij City hebt gezien. Je hebt een elftal spectaculair zien groeien. Want het niveau wat ze nu halen, dat is lichtjaren verwijderd van het niveau dat ze in oktober en november haalden. Ja, je hebt het over de wissel van Tuchel. Hè? Hij haalt Hudson-Odoi eruit. Ja. Terwijl hij hem in de rust had ingebracht. Ja. Wat vond je van die beslissing? Wat ik daarvan vond?
Nou, Hudson-Odoi vond het niet zo leuk. Dat zag je ook. Logisch. Hij vond het niet eens niet zo leuk. Hij was echt perplex. Zo van, oké, wat gebeurt er? Klopt dit? Is dat nummer, klopt dat nummer op het bord? Ja, half uurtje gespeeld. Hij was echt in shock. En liep daarna naar de kant. Hij was niet eens boos, want hij moest eerst nog verwerken wat er aan de hand was. Hij kon daarna pas boos worden, denk ik. Kreeg je nog het schouderklopje van Tuchel? Ja, maar Tuchel heeft natuurlijk ook iets over Ziyech gezegd. Maar niet alleen, ik kijk nu vanuit de Ziyech-bril, vanuit de Nederlandse bril naar Ziyech. Maar Ben Chilwell is voor 50 miljoen euro gekocht, linksback van Engeland. Die speelt ook al weken niet, omdat Marcos Alonso de nummer 1 is als wingback. Dus Thomas Tuchel is daar binnengekomen en er is heel veel veranderd. Antonio Rudiger bijvoorbeeld, die speelde helemaal niet onder Frank Lampard. Die speelt nu onder Thomas Tuchel alles, omdat hij een bepaald type verdediger is waar Tuchel van houdt. Want van achteruit kan hij voor opbouw zorgen. Maar verdedigd gezien is daar heel veel kritiek op geweest afgelopen jaar. Die moest verkocht worden. Max Alonso moest verkocht worden. Hudson-Odoi speelde onder Frank Lampard nooit. Tuchel zit daar iets in. Maar dat is een jonge jongen. En het opmerkelijke was, hij vond zijn body language niet goed. Hè? Ja. Zijn lichaamstaal. Vooral op momenten gegen den bal, wat ook Schmid altijd zegt. En wat al die Duitse trainers nu zeggen. Dus bal verloren, meteen opjagen. Dat doet hij dan niet onmiddellijk. En de Ziyech kwam er voor hem in. De Ziyech kwam voor Hudson-Odoi. En Ziyech had er dus helemaal niet ingekomen als Hudson-Odoi wel gegen den bal zijn lichaamshouding goed was geweest. En dan denk ik, dan ga ik doordenken. Oké, dus wat is er eigenlijk aan de hand met Ziyech? Vindt Tuchel dat Ziyech niet goed gegen den bal is? Is de lichaamshouding, de body language van Ziyech op training. Hij had wel gezegd, het is niet zijn schuld. Ja, dat hij niet speelt. Dat is totale onzin. Daar kun je echt helemaal niets mee. Als je uitblinkt, dan speelt hij gewoon. Hij kijkt op een bepaalde manier naar voetbal. En hij ziet dat veld als een schaakbord en spelers zijn stukken. En daar moet je mee om kunnen gaan. Dan moet je als speler eigenlijk een knop omzetten. Oké, we hebben nu een trainer, die ziet mij als een schaakstuk. Die behandelt mij als een schaakstuk. Ik kan na een half uur van het veld gehaald worden, want hij wil opeens een ander systeem spelen. Dat kan gebeuren. Het is wel een soort van duidelijk. Je moet gewoon je taak uitvoeren. Ja, het is heel duidelijk. Maar dan moet je als speler, of door je omgeving, door je zaakwaarnemer, of voorbereid worden. Je krijgt nu een trainer. Ja, je bent gewoon een nummer. Je heet geen Hakim Ziyech meer. Je bent gewoon pion C4. Maar zou jij het überhaupt doen? Iemand na een half uur alweer eruit halen? Ja, natuurlijk. Kijk, Sergio Dest bijvoorbeeld tegen Mbappé was een probleem. Had je eerder kunnen ingrijpen of het moet oplossen. Ook als je hem al hebt ingebracht, zeg maar. Ja, natuurlijk. Als je een probleem hebt op een veld en dat kan jou een doelpunt of twee kosten, dan zou ik het probleem willen oplossen. En als hij een probleem ziet, kijk, Thomas Tuchel zal er zijn reden voor hebben gehad. Hij heeft het zelf uitgelegd waarom. Hij vond zijn lichaamshouding niet goed. Ja, als hij dat vindt, dan is dat zo. Alleen dat komt, het is voor de jongen heel vervelend. En ook naar de andere jongens toe. Jij zegt, het is duidelijk. Het kan als duidelijk uitgelegd worden. Maar het kan ook zijn dat 8 jongens denken, jeetje, hebben we weer eentje. Die Thomas Tuchel, die denkt dat hij het voetbal heeft uitgevonden. Je kan ook een spelersgroep langzaam van je laten verwijderen. Of die kan langzaam van jou verwijderd raken. Dat is ook gebeurd bij Paris Saint-Germain. Mbappé wil graag een hat-trick maken. Die wordt dan 5 minuten voor tijd, met 2 goals op zijn naam, van het veld gehaald. Niet 1 keer, maar wel 10 keer. Neymar speelt een wedstrijd niet, omdat hij gespaard wordt. Omdat Tuchel vindt dat hij gespaard moet worden. Ja, op een gegeven moment heeft die jongen, die vindt dat vervelend, want die is bezig met doelpen te maken. Die is allemaal met zichzelf bezig. En hij is met het elftal bezig. En daar heb je daarmee te maken. Ja, het verbaast mij niet. Maar het is natuurlijk wel vreemd dat Hakim Ziyech hier het land wordt uitgedragen als een van de beste spelers van de Eredivisie. Als de beste speler van de Eredivisie. Dan bij Frank Lampard een aantal goede weken kent toen hij fit was. En nu helemaal niet meer speelt. En het ligt dan aan de trainer. Oké. Heb je het interview van Mourinho nog gezien na de nederlaag van Tottenham tegen West Ham? Ja, dat hij de beste trainer ter wereld is en dat het ligt. Dat zijn een aantal problemen in het elftal die hij niet kan oplossen. Heel cryptisch weer. En hij doet nu ineens alsof de Europa League halen het mooiste doel ooit is. Nou, ik denk dat het misschien verkeerd vertaald is. Maar hij bedoelt natuurlijk de Europa League winnen en dan via de Europa League de Champions League binnenwandelen. Want je kunt via, wint, kun je de Champions League kwalificatie. En dat is denk ik wat hij bedoelde. Alleen dat komt dan ongelukkig over. Maar ze staan niet eens in de buurt van een Europa League plek nu. Hè. Dus ze moeten nog echt heel hard werken om 8e of 9e te worden in deze competitie. Want ze zijn heel kwetsbaar. Het is een elftal wat makkelijk te verslaan is. En je moet op Kane en Son letten. En af en toe op Lucas Moura. Die dan doorheen dribbelt. Maar het zit niet goed in elkaar. En hij heeft het niet onder controle. En
Ja, dan is hij bezig met Gareth Bale en Dele Alli. Het gaat al 8 maanden over Gareth Bale en Dele Alli. Die staan er nu wel weer bij. En Gareth Bale wordt dan als invaller gebracht, want hij heeft hem gewoon nodig. Want, ja. Oh, had nog een prachtige knal op de lat, hè, Bale? Ja, en Bale laat ook mooie dingen zien, eigenlijk in de Europa League weer. Alleen er is iets met Bale wat Mourinho niet zint. En dat is die houding waar Thomas Tuchel het ook over heeft. Gareth Bale heeft zo'n houding van, jij doet mij niets. En daar wil je als trainer doorheen. En dat probeert hij op allerlei manieren, heeft hij dat geprobeerd om Gareth Bale te bereiken. Hij vindt zichzelf nog steeds de sterspeler natuurlijk. En dat is hij ook op een bepaalde manier voor Wales wel. Want als hij bij Wales binnenkomt, is het gewoon... De man. De grote jongen. En hij heeft wel kwaliteiten. Alleen als trainer probeer je... Ja, je probeert hem te bereiken en dat lukt hem niet, Mourinho. En dan gaat hij kritische uitingen of uitlatingen doen in de media. Dat er zijn problemen in dit elftal die ik als trainer, terwijl ik de beste trainer ter wereld ben, niet kan oplossen. Met andere woorden, voorzitter, bestuur, technisch directeur, geef mij topspelers en ik geef jou een titel. Dat is wat hij zegt. Ja, dat zal weer een heel duur ontslag worden als dit zo doorgaat. Want dit is wel weer hetzelfde... je ziet dezelfde dingen ontstaan zoals die bij United ook zag. Het ligt niet aan mij, ik heb mijn lijstje ingeleverd. Ik lever hier een geweldige prestatie. De tweede plek van afgelopen jaar was een geweldige prestatie. Weet je wel, de hele tijd van dat soort opmerkingen. Terwijl het elftal steeds slechter gaat voetballen. En ook de spelers steeds minder van Mourinho aannemen, lijkt het wel. Hè? Dat die chemie tussen spelersgroep en trainer weg is. Dat zie je nu ook bij Tottenham langzaam ontstaan. Ze spelen wel een finale natuurlijk. De League Cup finale tegen Guardiola. Dat wordt voor Mourinho wel weer een hoogtepunt. Toch weer een prijs tegen, dan, hè? Tegen Pep Guardiola om een prijs vechten. Die prijs zal hij ook wel heel groot maken dadelijk. Ja, die gaat hij heel groot maken. Want hoeveel trainers kunnen zeggen dat ze het afgelopen 5 jaar prijs hebben gepakt in Engeland? Niet zo heel veel. En überhaupt bij Tottenham. Dus dat gaat natuurlijk wel een dingetje worden. Zodat hij alsnog met een trots gevoel straks opnieuw kan zeggen dat hij heeft geleverd. Dat hij heeft beloofd. Wat hij heeft beloofd, of wat hij heeft geleverd, wat hij heeft beloofd, laat ik zo zeggen. Ja. Bij United de Europa League ten koste van Ajax. En bij Tottenham misschien, maar dan moeten ze wel een heel goed City verslaan. Maar misschien neemt City die prijs wat minder serieus, druk programma. Dan heeft hij toch weer geleverd, hè? Zoals Steven Berger het altijd zegt. Zeker, ja. We hebben het al kort over Liverpool gehad. Wel knap van Everton, hè? Dat ze voor het eerst sinds 1999 op Anfield winnen. Ja. Een blije Ancelotti in de afloop. Ja, dat is weer een heel ander trainer. We hebben het over Tuchel gehad. Carlo Ancelotti is wel een hele andere... Dat is die warme oom, hè? Die leuke verhaal. Ik denk wel dat het... Dus je leest heel vaak verhalen, zelfs van Zlatan bijvoorbeeld. Maar heel veel spelers die met Ancelotti hebben gewerkt... of die met Ancelotti hebben gespeeld... die hebben fijne herinneringen aan hem. Carlo Ancelotti, daar wil je wel graag mee, zoals Ruud Gullit zei... een avond in een restaurant zitten bij Ziggo Sport. Omdat het is een fijne vent, hij kan goed verhalen vertellen. Je hebt er een leuke avond mee. En hij zeurt je de oren niet van de kop over tactische experimenten en zo. Terwijl hij ook gewoon dingen aanpast. Hè. Ook gewoon met 5 man achterin gaat spelen. Maar Everton zit nu in een hele goede periode. Ondanks dat ze wel wat blessures hebben en dergelijke. Het zou wel echt ongelooflijk knap zijn mocht hij met deze selectie zich in die top 4 manoeuvreren. Dat wordt wel lastig, want je hebt natuurlijk nu City en Leicester City, die het ook heel goed doen. Zeker, dat zeg ik altijd, daar hebben we het nooit over, maar die doen het best wel goed nu. Nou ja, hebben we het best wel vaak over, toch? Hebben we het er best wel vaak over? Ja oké. Okay. Niet genoeg. Maar jij zegt er telkens bij, hebben we het nooit over. Ja, dus vind ik leuk. Vind ik wel grappig. Ja. Houden we erin. En houden we er gewoon in. Maar je hebt je Chelsea. Ja, allemaal zijn ze bezig met bij die eerste 4 eindigen. Want je wil toch Champions League voetbal spelen. Zeker in deze periode, in deze tijd. Klinkt weer zo dramatisch. Maar ja die eerste 4, dat wordt echt een... Maar dat is eigenlijk altijd zo in de Premier League. Afgelopen jaar had je ook een finale. Leicester City, Manchester United om een Champions League ticket. En dat ga je nu weer krijgen. Alleen maar leuk. Over Manchester United gesproken. Ze wonnen met 3-1 van Newcastle. Had je die keeper van Newcastle nog gezien bij die penalty van Bruno Fernandes? Keeper Darlow. Wat deed hij? Toen hij zo ruim naar voren dook. Of heb je het niet opgeslagen? Nee, dat heb ik niet opgeslagen. Omdat ik als Bruno achter een strafschop staat... Kijk je niet, dan weet je... Nou, dan gaat erin. Dus dan ga je drinken halen. Ja, precies. Toch wel blijven drinken. Hydrateren, belangrijk. Dat heb ik niet in mijn netvlies staan. Dat zag er niet uit, in ieder geval. Oké, ja. Het is op zich wel een goede linekeeper, Darlow. Ja, maar ja, deze had hij niet. Ja. Zullen we de overstap maken naar Duitsland? Je had vorige week natuurlijk genoten, en zoals wij allemaal, van Erling Braut Haaland in de Champions League. Ja, hij deed het van het weekend gewoon weer, hè?
tegen Schalke. Ja. Ja, die goal. Die goal was fantastisch. Ja. Ja, Jadon Sancho die vertelde in de afloop dat hij Erling Haaland vrij zag staan. Tegen Schalke 04, de Kolenpot derby. Dat vond hij wel vreemd, dat hij zoveel vrijheid had. En hij dacht, ik speel hem maar die kant op. Misschien kan hij er wat mee. En dan doet hij dat. Ja, en dat zie je aan de commentator hoe hij reageert op zo'n goal. Dat is toch, wauw, wat is dit? Mensen langs de zijkant, de trainer, zeggen, ja, oké, okay, ja, dit zien we op training ook wel eens. Dus dit is Erling Haaland. Ja, 43 goals nu in 43 wedstrijden voor Dortmund. Als je zo gepresteerd in de Champions League, er komt toch wel heel veel aandacht op hem af. Hè? Het is toch wel de grote Haaland-show. Het is een Champions League-avond. Heel veel ja, echt een prijzenregen over hem heen. Alleen maar artikelen over hem. Interviewbezoeken. Hij mag ook nog een trofee als speler van de week in de Champions League. Dan gaat hij mee op de foto. En dan totaal gefocust weer zo'n wedstrijd in. En, want als je hem ziet hoe hij bezig is. Want dan ik vind het gewoon heel leuk om naar hem te kijken hoe hij zich vrij loopt. Hij is continu bezig met verdedigers op verkeerde been zetten. En dan maakt hij dan zo af. En dat is natuurlijk een geweldig atletische goal. Maar ook de jacht op de derde. Dat is echt mooi om te zien. Maar het houdt gewoon niet op. Nee, dit is een jongen die... Ja, ik vind het wel bijzonder dat er toch mensen zijn die Mbappé is een fenomeen. Dat is dan de nieuwe Ronaldo of de nieuwe Messi. Hè? Dat is aangekondigd. En we Haaland willen ze nog wel zien. Ja, dat zijn ze bij Rondo gisteren. Hè? Dat ze, nou, dat is als je een van de twee mag kopen, dat ze allemaal voor Mbappé... Ja, en dat verbaast me wel, eerlijk gezegd. Ja, Mbappé heeft toch moeite tegen AS Monaco. Dan wordt hij namelijk wel kort gedekt en goed gedekt. En is er wel een speciaal Mbappé-plan van AS Monaco, van Kovac. En dan zie je hem niet. Dat geldt ook voor Haaland. Hè. Die is ook af en toe wedstrijden dat hij natuurlijk niet scoort. Maar er zijn meer wedstrijden dat hij wel scoort. Maar Haaland is nog zo jong en zo ongelooflijk intelligent. Want we hebben het vaak over zijn snelheid of zijn kracht of zijn lengte. Of de intensiteit waarmee hij speelt. Maar er is nog iets. Hij is wel echt ongelooflijk leergierig. Dat zie je niet, want dat krijg je er bij het veld. Die informatie krijg je er bij het spelen niet bij. Maar dit is wel een jongen die van tevoren bezig is met wie is mijn tegenstander. Is die linksbenig, is die rechtsbenig? Wat voor fouten maakt hij doorgaans? Bestudeert van alles. Is ook bezig met voeding, is bezig met uitgerust aan zijn wedstrijd beginnen. Dit is echt een jongen die geprepareerd is op doelpunten maken. Op deze leeftijd al. Dat werd ook nog besproken, hè? Dat Solskjaer wel heel erg veel spijt zou hebben dat hij hem niet vanuit Noorwegen mee heeft genomen naar Manchester United. Ik denk dat hij dat best wel had gewild. Alleen dat Haaland ook nog zijn eigen keuzes maakt. Bewust heeft gekozen voor Salzburg. Omdat je daar in de basis een Champions League seizoen kan meemaken. Nou, het begon natuurlijk vorig seizoen in de basis aan het Champions League seizoen met 3 doelpunten. Is daarna naar Dortmund gegaan. Had overal naartoe gekund. Maar is naar Dortmund gegaan omdat ze daar geen spits hadden. En dat hij daar Champions League voetbal kan spelen. Hij is eerste spits in de Bundesliga. Dus die bouwt heel gedegen zijn carrière op. Hij maakte ooit een keer 4 goals voor zijn club in Noorwegen, waar Solskjaer trainer was. Welke club was het ook alweer? Molde. Tegen Bram Bergen scoorde hij 4 keer in de eerste kwartier ongeveer van zo'n wedstrijd. Toen was hij 17, 18 jaar. Toen hadden alle scouts in de hele wereld al zijn naam genoteerd als fenomeen. Maar deze jongen die is heel eigenwijs op een goede manier. Ik ga naar Salzburg. Daar helpt Raiola natuurlijk ook bij. Ik ga naar Dortmund. Dat is beter voor mijn carrière. Er zit ook al een clausule in zijn contract verwerkt voor 2022. Dan is hij voor een bepaald bedrag af te halen. Dat wordt echt een soort auditie. Je kunt echt een programma maken dat Haaland op zijn stoel zit met een knop. En dat dan Pep Guardiola op de middenstip gaat staan. En die moet dan vertellen waarom je Haaland wil hebben. En wat hij van plan is met Haaland. Maar dit is een jongen die goed nadenkt in wat voor systeem hij past. Bij welke trainer die past. Bij welke club die Fantastisch past. Fantastisch idee eigenlijk hoor. Ja, ik zie voor. Dat is een mooi format. Ja. Dat Pep Guardiola zenuwachtig in de coulissen geïnterviewd wordt door Jeroen Carabé en hoe heet ze? Martijn Carabé en of Martijn Carabé, ja. Of Andy van Dijk, wie doen het allemaal? Ja, één van die. En dan muziekje eronder naar de stip. En de City Haaland met Raiola naast hem. Ik zou wel kijken hoor. En zijn vader. Ja. En zijn vader. Zijn want vader. Dat is een belangrijk oudspeler ook. Voetballer geweest. Belangrijke pion ook bij het maken van die keuzes. Maar het is niet alleen maar brute kracht en brute energie en lengte en intensiteit. Nee, dit is een jongen die ook nog eens hersens heeft. Dat is een gevaarlijke combinatie. Kracht en hersens. Dan krijg je een soort van... En het is gewoon nog een jongen.
En het is nog een piepjonge jongen. Ja, die, ja het, het zie je ook de manier waarop hij voor een camera staat. Hè. Het is echt nog een jochie. Wel een ongelooflijk groot jochie, maar het is wel een jochie nog. Ja. Ja. Nou, vind jij het ook leuk om naar Haaland te kijken? Fantastisch. Ik zet echt de tv aan voor Dortmund. De Schalke. Ja, eigenlijk Dortmund Schalke heeft voor mij... Dat is de Koolpot Derby. Maar ik heb natuurlijk... Nou, die glans is er al een beetje af natuurlijk. Ja, maar het is zonder publiek. Maar ik ga dan zitten voor het fenomeen Haaland. Om te kijken hoe zo'n verdediging... van Schalke 04, want die zien er echt uit als amateurs, hè, als je tegen hem speelt. Dat is echt een opdracht, hoor, Haaland verdedigen. Want ja, die lengte is helemaal niet, dat is niet belangrijk, want hij is namelijk veel kleiner dan die lengte die hij heeft. Hij speelt alsof hij veel kleiner ja, is. Hij speelt, ja, ja en hij is ook nog eens ongelooflijk slim in de manier van bewegen. Hij trekt je dan mee en dan denk je, oh, ik heb hem onder controle. En dan bam, is hij weg. En het ploeg herkent ook die... speelstijl van hem steeds beter. Want Jadon Sancho... Eigenlijk heeft hij een beetje de pech dat Haaland in de schijnwerpen staat en hij niet. Anders zou het alleen maar over Sancho gaan. Maar die speelt ook geweldig. Nou ja, kijk, voor de gein, dat kan misschien Ruben doen. Maar als je in beeld nu de statistieken van Jadon Sancho zet en zijn leeftijd... dan val je om van verbazing. En ja. Ook in deze wedstrijd weer. Hij laat dingen zien in een wedstrijd. Qua op snelheid mensen voorbij gaan, maar ook op snelheid overzicht behouden. Dat heeft hij echt... Jadon Sancho is ook een geweldige voetballer. Die heeft even in een dip gezeten. Begin van dit seizoen. Maar die komt er ook steeds beter in. En die twee, Jadon Sancho en Haaland, die hebben ook wel een geweldige klik. En Sancho gunt Haaland ook de doelpunten en de ballen. Maar dat is ook niet zo gek, want dat is de... Dat je is ziet de, ook aan deze foto, hè? Ja, dat is de spits. Ja, het is wel een mooie foto toch, dit. Ja. Die kijken, dat is gewoon echt nog een... Twee jochies. Dat is echt een puberjongen die heel goed is in voetbal. Zullen we de overstap maken naar Bayern München, even kort? Waar een geweldige goal van Amin Younes namens Eintracht Frankfurt zit in mijn elftal van de week, Amin Younes. Dan gaan we daar niet bij stilstaan. Ja, dat gaan we wel bij stilstaan. Maar Frankfurt is al een is aantal weken... op mars bezig. Aantal weken goed bezig. Kostic links, dat weten we inmiddels. Maar ook andere spelers die vallen op. En Amin Younes heeft daar een rol aan de binnenkant. En ja, die hamerde een bal binnen, op weergeloze wijze. Bas Dost wordt niet echt gemist, hè, daar? Nee, Bas Dost hebben ze laten niet. Gaan. En met een reden, want ze hebben natuurlijk Jovic gehuurd. En ze hadden al een goede spits. Silva. Dus dat elftal zit goed in elkaar. Die trainer heeft het goed voor elkaar, Adi Hütte. En Eintracht Frankfurt staat er nu heel goed voor natuurlijk. Ook met Wolfsburg samen om bij die eerste vier te eindigen. En Champions League kwalificatie af te dingen. Dat zou heel knap zijn. Ze zijn er al jaren mee bezig, maar dit jaar kan het misschien wel lukken. Ja, ja. En ja. Ja, Hütter is ook dit is een trainer die zichzelf op de kaart zet nu bij Frankfurt. Roos heeft het gedaan met Gladbach, die gaat natuurlijk nu naar Dortmund toe. Adolf H. Ja, dat is een aparte naam heeft die man. Ze noemen ook Adi, hè? Ja, daarom ja. Ja. Klopt. Ja, ik weet niet. Ons al zetten die man opeens al weg als... Adi Hütter, een fantastische trainer. Barcelona had eigenlijk moeten winnen van Cadiz. En Koeman die had er aardig de P in, hè? Om het zo maar even te zeggen. We zagen hem zitten op de bank. Ja, dat zie je. Als je kan liplezen, dan... Ja, kijk, Barcelona speelde tegen Cadiz. En ja, hij zei wat lelijke dingen over Ousmane Dembele. Althans, het is gewoon... Er kwam wel een mooi Nederlands scheldwoord uit, laat ik het zo zeggen. Ja, godverdomme, zei hij. Ja, godverdomme. Dat gewoon zeggen. Maar hij zit langs de kant en je weet dat Atletico dat laat nu punten liggen. Die hebben 7 punten laten liggen in een hele korte tijd. Gelijk gespeeld tegen Levante, verloren van Levante. En dan sta je er gewoon bij. En ze staan nog steeds op 2 punten van Real. En Real is nu titelkandidaat, dus Barcelona is nog steeds titelkandidaat. Ze zijn ook dichterbij gekomen de afgelopen weken. Ze hebben veel meer punten gepakt dan Atletico. Alleen speel je tegen Cadiz, dat niet aan de bal komt. Dat heeft 17% balbezit. En dan geef je het op die manier weg, want ze gaven het echt weg. Een cadeau, een punt. Voor de penalty? Het is zo ongelooflijk ongelukkig. Van Langlais. Van Langlais die een bal wil wegschieten. Maar het is wel een verkeerde inschatting. En het is nu zo dat als je geraakt wordt en je gaat liggen. Dat weet je, Jens Toorns gaat nog niet. Maar als je gaat liggen. Zo ja, die had gewoon moeten liggen ja. Ja, als je geraakt wordt in de buurt van de 16. Het liefst binnen de lijnen. En je voelt iets van contact liggen. Want een VAR gaat er naar kijken en die beoordeelt alleen maar contact en intentie. Dat heb ik nu al 100.000 keer gehoord van scheidsrechters die mij dan de les lezen. Intentie, dat kunnen zij niet beoordelen. Ze gaan gewoon de regeltjes na, toch? Ze gaan er gewoon het regelboek naar. Been tegen ander been. Ja of net nee? Net niet de bal gemist, ja of nee. En het was in dit geval ja. Dus Langlais, overtreding, dus strafschop.
En dan, ja, dat is dan 1 minuut voor tijd. En dan gaat Piqué natuurlijk nog voor om de boel te proberen te redden. Maar dit gebeurt Barcelona te vaak. En ook Langley is er te vaak bij betrokken. Dit is gewoon een kwestie van niet helemaal beseffen dat je in de Champions League eigenlijk al uit ligt. Dat je misschien nu een unieke kans hebt om met Real samen nog in een titelrace te komen. En je geeft nu echt 2 punten weg die je straks heel hard nodig moet hebben of kunt hebben. Dat weet ik wel zeker. Dit is nu opnieuw tegen Cadiz puntverlies. Ja, dat is, ik denk dat Koeman daar wel mee zat. En dan probeer je ook positief te blijven. Want ze hadden het helemaal onder controle, die wedstrijd. In principe. Want Cadiz is een vervelende tegenstander. Die hebben ook gewonnen van Real. Hadden gewoon 2-3-0 moeten maken. Ja, maar die zetten echt 2 lijntjes neer voor de 16. En gokken op 1-2 fouten van de tegenstander. En ja, dan moet je met 1-2... Ja, je moet die tweede sneller maken. En dat gebeurt dan... Als Dembele die laatste 10% heeft, die hij nu mist, ja, maar dan ben je die wedstrijd. Dat is het probleem van Dembele. Die heeft hij al heel lang niet. En die probeert Koeman er op een of andere manier uit te krijgen. Maar dat is een heel lastig... Je weet niet of dat ooit gaat gebeuren. Ja, en daar heb je mee te maken. Dat is het probleem van dit elftal onder andere. Niet dodelijk genoeg. Ansu Fati was wel in het begin echt een killer. Die heeft heel weinig kansen nodig om die ballen af te maken. Ousmane Dembele is niet een zodanige killer. Ze hebben ook niet echt een spits die zoals Haaland. Die als er een bal op hem afkomt, denkt, weet je wat, ik ga hier gewoon een kung fu strijder nadoen. Dit wordt een goal. Dat missen zij. Ze missen gewoon topkwaliteit op bepaalde plekken. Dus Barcelona is een kwetsbaar team. En daarom verbaast het me ook weer niet dat ze dit overkomt. En dat weet Koeman ook. En hij baalde gewoon van. Ik denk, 1-0 voor. Het was eigenlijk binnen. Zag ik aan de wissels rust geven. Want ze moeten natuurlijk gewoon weer spelen. Deze week, midweeks. En daarna een weekend weer. En die week daarna weer. Dus ja, je kunt je ook afvragen. Ja, heb ik niet te vroeg gewisseld? Heb ik niet te veel gegokt op die 1-0? Dat kan. Staat Alexander Isak ook in je elftal? De hat-trick. Ja, die heb ik genoteerd, ja. Ja. Nou, dan gaan we daar ook niet te veel bij stilstaan op dit moment. Genoten van Jan Oblak? Dat hij meeging naar voren. En het terugrennen. Het proberen mee te verdedigen. Ja, hij mag nooit naar mee naar voren natuurlijk, Jan Oblak. Van Simeone. Omdat je dan een doelpunt kan weggeven. En het was een overtreding, hè, volgens Oblak op hem in de 16. Dus ik zat eigenlijk te wachten op het moment dat de scheidsrechter het doelpunt afkeurde. En gewoon een strafschop zou geven in de slotfase. Dat had wel echt gepast bij dit Atletico dat op titel afstevend. Alleen ze hebben nu wel een probleem. Maar terugrennen was wel mooi, hè? Ja, terugrennen was, ja, een keeper die terugrent is altijd mooi. Want dat is totale paniek. Maar ging die naar de goal? Hij ging naar die speler van de ja, dat is een kip zonder kop. Echt. Die geen idee wat hij aan het doen is. Die uit zijn 16 meter gebied is. Dat is al een beetje onwennig voor een keeper. Uit je 16 meter zijn. Dat voelt raar. Ja, alsof je naakt bent. Dus dan zie je hem terugrennen. En, dan op die manier een goal tegen is het lullig. Weet je nog dat Van der Vaart toen ooit de bal terugspeelde terwijl er geen keeper in de goal stond? De keeper was mee naar voren. Ja, dat is een fantastisch moment. Ja, keeper mee naar voren, dat is natuurlijk spektakel in slotfase. En het gaat wel eens fout. Ja, Piekenhaken scoorde ooit, hè? Ja. Ja. Ja, er zijn wel meer keepers die gescoord hebben. Ja, zeker, ja. Ben je door je vraag heen? Ik denk dat we wel klaar zijn. Okay. Vanmiddag ga je, of morgen moet ik zeggen, het elftal van de week met Ruben opnemen. Die is weer terug. Ruben is gevonden, hè? Hij is gevonden. We waren hem kwijt, maar... Heeft even de batterij opgeladen. Ja, ja. En die is terug. Dus je mag met hem het elftal van de week doen morgen. Kijk je ernaar uit? Nee. Ja, nou, kijk je wel uit. Ik hoor hem al lachen. Ik hoor hem al lachen, ja. Ja. Oké, okay, dankjewel jullie. Jongens, jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Niemand fuckt met mij.